denk dat we eerst op deze plaats onze supporters, sponsoren, iedereen die de club een warm hart toedraagt, de beste wensen willen meegeven voor 2021. Mag nog net, denk ik. Hoe is het geweest? Natuurlijk teleurstellend. Gevoel na de nederlaag tegen Heracles thuis, omdat je daar ook een resultaat had willen halen. Dat hebben we wel vrij snel kunnen parkeren, omdat ik denk dat we met een heel goed gevoel terug kunnen kijken over de eerste seizoenshelft. Nou, dan ga je de kerstdagen in. En richting oud en nieuw. Nou, in die periode zijn we hier ook een paar dagen op de club geweest, onder andere testen gehad. Binnen allerlei programma's gevolgd. En vanaf 2 januari zijn we weer in training gegaan. Weer nadat we allemaal getest waren. Vanaf 2 januari zijn we in training gegaan ter voorbereiding op deze wedstrijd van Utrecht. Ja, hoe zijn de spelers hersteld van die eerste seizoen zelf? Is zo'n periode dan kort? Merk je dat? Ja, die is kort. Zeker ook omdat we eind december gewoon hier allemaal alweer op de club waren. En dat jongens getest moesten worden. We hebben individuele programma's gedraaid in de gym. En vanaf 2 januari stonden we alweer op het veld met z'n allen. Dus dat is heel kort. En zeker ook, maar daar heeft iedereen last van. Wat kan je ook? Ja, je kan wel vrij zijn nu. Het enige wat je kan volgens mij is thuis zitten. In een hele beperkte omgeving. Dus ja, je hebt niet echt het gevoel dat je vrijheid hebt. Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle mensen denk ik op dit moment in Nederland. De jongens die er voor de winter sowieso niet bij waren gezien de laatste wedstrijden, dat zijn nu twijfelgevallen. Hebben wel weer delen meegetraind deze week in de trainingen. Dan doel ik met name op Patrick, Alessio en Azor. En dan gaan we vandaag na de laatste training of uiterlijk morgen een knoop doorhakken of zij minuten kunnen maken uit Utrecht. Maar het positieve is dat ze in ieder geval weer grote delen meetrainen in de groepstrainingen. En eigenlijk de enige speler van waarvan we zeker weten dat hij er nog niet bij is, is Arjen Robben. Vind je het nou lekker dat de competitie zo snel weer begint? Helemaal omdat jullie ook een goede eerste seizoen zelf hebben gedraaid. Dat jullie door kunnen in die flow? Nou, je wil altijd voetballen. Ik moet zeggen, het is ook lekker om af en toe eens een keer een break te hebben. Omdat je er met z'n allen heel veel tijd en energie in stopt. Is het ook wel eens fijn om even gewoon een break te hebben en andere dingen te kunnen doen. Maar ja, dat gaat nu niet. Waar we het net over gehad hebben. Dus dan maar beter weer lekker voetballen. Ja, het enige waar ik een beetje mee zit is dat ik denk, ja, dan gaan we in januari, volgens mij midden in de winter, gaan we 6 of 7 wedstrijden voetballen. En dadelijk in mei of juni spelen we nog maar een paar wedstrijden. Ja, dat zijn wel eens dingen die ik moeilijker kan bevatten. Maar ik maak het competitieprogramma niet en wij moeten gewoon doen zoals het is. Dat betekent dat we er morgen moeten staan in Utrecht en dan we nog een paar potjes voor onze kiezen krijgen in de maand januari. Dat geldt ook voor andere clubs. Nou, Utrecht heeft denk ik een wat mindere eerste seizoen zelf achter de rug. Maar een competitie gaat over 34 wedstrijden. En ik denk dat iedereen de verwachting heeft, gezien de selectie die Utrecht heeft, dat zij absoluut top 5, top 6 club zijn. Of daar misschien nog wel gaan komen. Goede mix denk ik. Van hele ervaren spelers en jongere spelers. Heel veel individuele kwaliteiten. Kerk, Elia, Mahi. Die wij nog goed kennen natuurlijk. Django is er naartoe gegaan. Dus ja, het is gewoon een hele goede ploeg met goede spelers. Maar oké, thuis hebben we gelijk gespeeld tegen Utrecht. We hebben ook een aantal andere goede resultaten neergezet voor de winter. Wij hebben het gevoel dat als wij een goed niveau halen, dat zeg ik elke week, dat wij ook een resultaat kunnen halen bij Utrecht. Maar we zullen wel een goede dag moeten hebben gezien de kwaliteiten van Utrecht. Dat was nog toen ik speler was bij Groningen. Dat was met het overlijden. Volgens mij heette die jongen Di Tommaso, centrale verdediger. Heel triest natuurlijk. En dat was volgens mij de eerste wedstrijd nadat dat gebeurd was. En aan de ene kant waren wij heel blij, want we wonnen daar met 0-2 uit mijn hoofd. Maar ja, aan de andere kant was het natuurlijk heel triest om te zien dat zeker bij Utrecht er zoveel verdriet en pijn was. Dus ja, die zit zeker nog in mijn herinnering, die wedstrijd.